Ja, de verwachtingen voor de beursintroductie van Douwe Egberts, het is geen echte beursintroductie, het is de grijze handel, die zijn spectaculair, in ieder geval de show eromheen. Buiten op het beursplein 5 wordt al een hele grote show opgevoerd. En ik heb begrepen dat zelfs de koffiezetautomaten in beursplein 5 gebouwen al vervangen zijn. Dus alles wat dat betreft is er klaar voor. Ik denk ben ik er heel erg blij mee dat we zo'n mooi Nederlands bedrijf terug op de Nederlandse beurs krijgen. En ik denk dat het dus ook op lange termijn best wel wat potentie heeft. Je ziet dat het merk Douwe Egberts, en dat is niet alleen in Nederland zo, maar alle grote markten waar ze in zitten, zeg maar heel erg afgedaald is richting de huismerken. En dat er in de tussentijd ook een heleboel merken heel hard omhoog gegaan zijn. De Nespresso's van deze wereld. En ik denk dat er best wel wat ruimte omhoog is waar Douwe Egberts van zou kunnen profiteren. De vraag of het morgen een instap niveau is of niet, is een hele interessante. Enerzijds weet je dat bij een introductie je altijd een beetje terughoudend moet zijn. Beurstechnisch gezien moet je heel duidelijk kijken hoeveel vraag en aanbod er is. En ik denk dat heel veel Amerikaanse beleggers denken van, nou ja, wat moet ik met zo'n Nederlands aandeel? Laat ik het maar verkopen. Dus van daaruit kan er wel wat druk komen. Ik denk aan de andere kant, maar dat is wat meer middellange termijn, dat er veel beleggers zijn die zeggen, nou god, dit is zo'n Numico-show. En Numico was de babyvoedingfabrikant waar heel veel managers overgestapt zijn naar Douwe Egberts. Dat wil ik nog een keer mee gaan maken. Het bedrijf dat zo goed geleid werd. Dus daar zal er veel vraag zijn, maar dat zal niet allemaal morgen komen. Dus personen moeten beleggers altijd goed in de gaten houden. Een mooie belegging is een mooi bedrijf kopen tegen een mooie prijs. Nou, dat het een mooi bedrijf is, geloof ik wel. Of dat een mooie prijs is, is de vraag.